slecht of zo. Maar dat komt omdat die van gefermenteerde druiven echt zijn. En die hebben gewoon meer zoetheid. Dat heeft balsamico natuurlijk sowieso. Zijn er nog vragen over dit gerecht of überhaupt? Alles mag je vragen. En behalve je pincode. 2218. Ja, ja. Andere vragen? Hi, ik had jullie al lang al gezien. Yes. Hebben ze maar even geduld. Scheelt weer. Hi. Hi, alles goed? Ja, best. Mooi. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe weekendvlog. Ja, zoals jullie zien zitten we in de auto. Mijn naam is Karin Stalman van de Werf. Dat is mijn man Roderick Stalman van de Werf. En wij gaan dus nu naar de Mol van Netherlands. En we krijgen vandaag bezoek. Niemand minder dan mijn vader en zijn vrouw. Ja, ik weet niet of hun op de vlog willen. Dan heb ik geluk. Zo nee, dan heb ik dat te respecteren. En ja, wij wensen jullie heel veel kijkplezier. En ook met Hugo Kennis. Ja, we staan dan nu boven. Maar we komen weer wat dingen tegen. Nou, Ro, en wat komen we tegen? Is grappig, hè? Je mag dus niet, nu niet die kant op rijden. Maar je mag wel die kant op rijden. Ja, we gaan dus kijken. Dan heb je daar een bordje. Daar bordjes. Zo. Nou schat, en waar zijn wij? We zijn nu in de Mol. En waarom zijn we hier? Omdat Hugo, onze vriend. Ja, onze nieuwe grote vriend, nieuwe Kennis. Vriend, Hugo Kennis. Kennis gaat koken. Niet alleen speciaal voor ons, maar een beetje natuurlijk. Maar gaat koken en gaat uitleggen, et cetera. Mm-hmm. En we krijgen bezoek. Ja, en zijn vrouw, maar dat had ik al in de intro gezegd. Dus dat heb je ook wel kunnen horen. Alleen het is hier lekker zo druk. Ja. Die wou er ook even op. Dan moet je even op en op YouTube kijken. Karin is met de Zee van de Werf. Zulke mensen heb je er ook bij. Ja, nou. Ja, de mijne die zit heel goed. Ja, heel verhaalig, want het wou niet zitten. Alleen het is wel lekker druk. Ja. Zulke mensen heb je er ook bij en die er in één keer op willen. Ja. Of gewoon een beetje aandacht vragen. Ja, kan gebeuren. Vandaag, dames en heren, gaan wij maken mijn lievelingssalade. Rauwe groentesalade, dat is een rauwe courgette. Dat is een rauwe courgette salade met geitenkaas, spekjes en pekan. Dan gaan we door naar de koolsoep met croutons en grote zalm uit mijn tuin. Maar dan toch naar de winkel, maar hij komt uit mijn tuin. Dan maken we de snelle visstoof en dan maken we een Italiaanse zabaglione. Weet je wat het is, een zabaglione? Nee? Het is gewoon lekker. Zeker weten. Ik pak even deze uit. Ja. Heeft iedereen een fijn weekend? Ja, man.
Ja. Fijn. Jij ook, Jonne? Heel fijn. Mijn vaste assistent is er ook weer. Het is Dionne. Zit een klein buikje. Ja, ze is een beetje dik. Nee, ze is zwanger, dames en heren. Ik ga het toch wel zeggen. Gefeliciteerd. Mag ik een applausje voor zwangere jongen? Ze staat gefeliciteerd. Ja, jawel. Zo is het. Ja. Nou, dan heb je die maar vast gehad. Vind je leuk, hè? Daar hou ik ze heel erg van. Ja. Ik wil checken of je allemaal alles goed heeft klaargezet. Wat is dit? Is er geen balsamico? Niet voor de doen. Dames en heren, de rol van balsamico wordt er vandaag overgenomen door witte wijn. Azijn. Thuis zou ik zeggen, pak witte balsamico. Echt lekkerder. Want we doen het er gewoon mee. Zoals Dionne zegt, groeien met de riemen die je hebt. Nou, lekker het zonnetje daar. Kun je het alleen niet proeven, als je kan beter beneden komen. U ook. Als je wil. Ga het niet omhoog gooien. Dat wordt heel rommelig voor je beneden. Goed, dames en heren, we gaan lekker beginnen. Het is vandaag zaterdag. Het is een mooie dag. Ik ga even beginnen met een beetje de topping van deze salade. Gezellig. Goedemorgen. Nog net. Al is het 12 uur telt het op. Het is nu al middag. Nu is het middag. Goed, het is middag. Goedemiddag. Ik begin even met de topping van deze salade. Wil je nou, ben je vegetariër, laat die topping dan weg. Want eigenlijk is die salade zelf al volwaardig genoeg. Er zit eigenlijk alles in. Er zit groente in, er zit wat zuivel in, er zitten noten in. Maar ik vind het toch wel lekker om er iets. Zo. Ja, en de afzuiger. Ja. Doe die even in een pan. Zonder boter, zonder olie. Het vet van die bacon moet eruit gaan lopen. Het renderen van het vet. Daarmee bak je die spekjes en dan krijg je zeg maar een echt mooi krokant spekje. Want mensen denken toch vaak, ze beginnen een beetje olie of boter in. Dat is totaal niet nodig. Het komt de smaak zelfs niet ten goede. En vooral de structuur niet. Want je wil uiteindelijk dat het een beetje crispy wordt. Dat kan alleen maar als je hem in zijn eigen vet pakt en laat renderen, dus laat leeglopen. Dat gezegd hebben. Oké, de mandoline. Als je die thuis niet hebt, kopen. Tuurlijk. Levensgevaarlijk. Gebruik je die? Ze komen door de kaas. Het mag ook met je mes, als je een beetje goed kan snijden. Maar ik vind het zelf altijd wel lekker om een mandoline te gebruiken. Het is namelijk hoe dunner je rauwe groente, dus of je nou een wenkelsalade maakt, een wortelsalade of een courgette salade. Hoe dunner je hem snijdt, ja, hoe lekkerder uiteindelijk. Want het is natuurlijk hard. Het wordt wat zachter door de dressing. We gaan zuur de dressing gebruiken. De zuur zorgt ervoor dat moleculen eiwit uiteindelijk ook gaan afbreken. Dus hetzelfde met ceviche. Ceviche is een rauw visgerecht uit Peru. Maar de vis wordt toch een beetje gegaard door zuren. Dus door limoen en citroen. Dat ga ik eigenlijk met deze courgette mee ook doen. Daardoor wordt hij iets zachter, maar blijft hij wel die bite houden. Even kijken hoe de jongen met gaat, dat we een beetje op één lijn gaan zitten. Door de helft. En dan heel wat heb je zo kort gedaan. Lang. Half en lang. Nou, dat doen wij dan. Dat doen wij. Doe ik het schuin en heel. Al voor de gekkigheid. Oké, ik ga eerst even een kleine dressing aanmaken. Pakken we wat mosterd. Eigenlijk bij dressing zijn, ja, hoger in aciditeit dan je normaal gewend bent. Maar een dressing moet twee keer zuurder zijn als je proeft en dat je hem aankomt. Het verschil met witte balsamico en wijn zijn, ja, is gewoon eigenlijk witte balsamico heeft iets meer verzuikering. Dus natuurlijke suikers, dus niet slecht of zo.
Maar dat komt omdat die van perfecte druiven echt zijn. En die hebben gewoon meer zoetheid. Dat vind ik balsamico natuurlijk sowieso. Zoek een garde. Tweede laag. Als je een dressing maakt en je wil een gebonden dressing maken, zorg er eerst dat je begint met je zure elementen. Dus je mosterd, je azijn, je honing, je citroensap, ligt aan wat je gebruikt. Maar altijd eerst de zure mengen. Klein, een beetje zout toevoegen en wat peper. Ja. Dan ga je druppelsgewijs olie toevoegen. En ik maak een combinatie van olijfolie en gewone olie. En waarom doe ik dat? Omdat je olijfolie, dat heeft een beetje, kan wel eens een beetje penetrant zijn als je dat te veel gebruikt. Dus een beetje heeft een bitter, dan krijg je een niet gebonden dressing, dan krijg je die twee componenten dressing. Dat zie je ook vaak in zo'n flesje. Je denkt, oh, het schudden snel gieten en dan heb je alsnog. Als je dat niet wil, en je bent hem wel gebonden, dan moet je gewoon kloppen en druppelsgewijs die olie erbij doen. Want dan neemt uiteindelijk die... Het zuur wordt dan de emulgator van die dressing en die mosterd. En dan neemt je de olie wel op. En dan krijg je dus niet die gescheiden dressing. Dan krijg je een mooie gebonden dressing. Dan pak ik de gewone olie. Weer druppelen. Vind ik leuk. Kun je nou nog net wat zeggen, ook als je mayonaise maakt, doe dat altijd met z'n tweeën. Dan mag jij aangeven dat iets meer, iets minder. Of je moet het gewoon in een kom doen, zoals je het zeg maar makkelijk doet, gewoon in een mengkom die automatisch gaat, dan mag je zelf doen. Gaat goed. Goed. Ja, is goed. En nu zie je dat zeg maar de olie en de, het zuur zeg maar gemengd zijn. Ik vind dat persoonlijk lekkerder. Doe ik er dan meer olie bij, wordt die steeds dikker en zwaarder. Ik hou wel van een dunne lopende dressing. En waarom doe ik dat fijner? Ik vind gewoon, als je namelijk een niet gebonden dressing op je salade doet, ziet er wel wat mooier uit. Dan zie je zo'n mooie geel druppeltjes olie erop. Alleen dat loopt veel makkelijker van je product af. Dus dan heb je of een hapje met die olie, of onderin blijft het zuur zitten. En ik vind het mooi als die olie en het zuur samen het mondgevoel geven van je salade, van je dressing. En daarom bind ik hem altijd. Nu pakken we de courgette en de mandoline. En de mandoline wordt altijd geleverd met zo'n opzetstukje. Klik je op je product en dan kun je gaan zonder dat je vingers doet. Doe het dus ook nooit zonder dat ding. Ik ben een beetje eigenwijs. Ja, ik vind het fijn als zonder, maar ik heb het gewoon vooral live op televisie te vaak misgegaan. Ook bij een collega van me toen een koffietijd deed met Ernille Lalau. Toen kwam er zo'n lapje vinger uit. En geloof me, je vingertopje, dat bloedt eindeloos. Dat is echt niet gezellig. Toen werd het ineens een soort van, in plaats van courgette salade, leek het rode bieten salade. Maar het was gewoon het bloed van perniel. Maar ja, de show must go on, want het was live televisie. Ook een stinkje op tv, gewoon doorgaan. Ja, dat was ook spannend. Maar goed. Ik heb het overleefd en we staan er weer, dus niks aan de hand. De Heimwee-greep, dat moet je stevig doen en dat heeft mijn fysiologist ook heel goed gedaan. Maar na vijf keer was wel mijn grip gekregen. Je kan het allemaal weer terugzien op mijn YouTube, hoor. Kijk. Mooi doen, en dit, kijk, ik ben best wel, hè, ik kan mezelf een chef noemen. Maar zo dun en zo constant blijven snijden met het mes, dat ik mij ook niet. Dus pak wel lekker een schaaf, een kaasschaaf of een mandoline. Mandoline gaat net wat dunner dan een kaasschaaf, dat is wel echt zo. Pak een appeltje en een uitje. Heb je de uien gewoon een dunne ringen, joh? Nou, fijn, dat was ook de bedoeling. Dus mensen die daar staan, je moet denken dat ik dingen gewoon op de grond gooi. Er staat een prullenbakje achter. Rode ui. Ik gebruik sowieso eigenlijk, als ik ui gebruik, de mensen die hier vaak komen op mijn bewezing, ik gebruik bijna altijd rode ui of shallotjes. Ik vind witte ui gebruik eigenlijk alleen voor uiensoep en voor specifieke gerechten. Of een pizza indiëren of een
Maar voor salaten zo vind ik een rode ui, dat heeft gewoon meer smaak, dat heeft meer diepgang, meer kleur. En vaak is kleur ook wel meer smaak. Mijn lievelings is toch echt het charlotje eigenlijk. Alleen die kleurt dan weer wat minder mooi in de salade, want dan gebruik ik nu rode ui. Half ringetjes, gewoon mooi dun. Ook die kun je op de mandoline doen als je wil. Een beetje snijden ook wel leuk, hoor. Toch? Jawel. Mooie half ringetjes. We hebben heel veel gemaakt, dames en heren. Dus iedereen kan dadelijk ook wel lekker mee eten. Dat is een voordeel. Anders kun je nou voor je tv aanzetten, maar dan zullen we niet gekomen. Slecht. Ja. Even een kleine onderbreking. Kleine pauze. Zijn er nog vragen over dit gerecht of überhaupt? Alles mag je vragen. En behalve je pincode. 2218. Ja, ja. Andere vragen? Wilt u iets weten? Heeft u nodig, als je aan het koken bent, denk ik, oh, dit gaat altijd mis bij mij. Bent u zo'n goede kok? Kom hier staan dan. Ja. Heeft u een vraag? Ook niet. Nou, na het slijpen van je mes altijd even je doek over je mes halen, want daar zitten soms kleine zwarte ijzerdeeltjes, want je schaaft eigenlijk je mes. Kijk, nu voel ik al, kijk, nu snijdt hij al beter. Ik ga daar nog een keer slijpen, ben ik al scherper. Appeltje. Wat ook helpt als je ja, mes een beetje botter is. Andersom snijden, dus niet op de gladde kant, maar juist op de overkant, want dan krijg je dan mooie strakke plakjes. Het is wel een verschil met deze lengte, maar ja. Eet het dan wel. Oké, nu ga ik even snel de salade vast aanmaken met die gebonden dressing. Heel slecht is hij niet, er zit een klein beetje olie in, olijfolie en natuurolie is niet heel slecht voor mij. Algemeen gebruik je vaker olie dan boter. Meng even de dressing goed door die courgette heen, dat die mooi zich volzuigt. En omdat die zo dun is, maak je hem pas op een laatste aan. Snij je courgette wat dikker, mag die courgette al door de dressing. Wacht even met je appel, wacht even met je ei en andere producten, maar die courgette die mag het dan wel hebben. Waar is die wachtdipper? Dan hebben we wat veldsla. En veldsla, echt allerlaatste moment. Dat is nu, nu gaan we eten. Leg je de veldsla erop. Handen zeggen wassen, 3 keer. Ik heb een handje gegeven, heb ik ze weer gewassen. Zo stond erbij. Mm-hmm. Klopt. Dat zien op haar YouTube-kanaal, trouwens. Kun je het gewoon terugzien. En dan haal je voorzichtig met je handen. Je handen is gewoon je beste tool. Haal je die sla erin. Deze sla die kneust gewoon snel. En je wilt gewoon dat die mooi fris blijft. Hoppakee. Pakken we een bakkie. We hebben ook een bordje. Andere kant. Deze kant. Nou, dat vind ik te ver weg. Beetje van de salade. Hoppakee. Klein beetje van de spekjes. Een beetje geitenkaas eroverheen brokkelen. Pekanootje. Wat mij betreft een onwijs lekkere salade. Echt waar. Simpel, snel, gezond. Want je gebruikt dus je rauwe courgette. Er zit ei in. Voor mensen weten het niet, maar een ei is ook nog niet meer. Is ook nog gezond. Veldsla. Een appeltje voor de frisheid, maar ook voor de vitamine C. En dan een beetje grijfkaas en een zoutje en een crunch. Dat is wat ieder gerecht van mij moet hebben. Aciditeit, een beetje zilverheid en structuur. Nou, dat zit in deze salade.
als we lang blijven wachten, dan loopt hij weg. Dus ik zou zeggen, val aan en proef er. En laat even weten wat je ervan vindt. Dat moet ook gebeuren. Hi, ik had jullie al lang al gezien. Hebben ze maar even geduld. Scheelt weer. Hi. Hi, alles goed? Ja, best. Mooi. Alleen ik weet niet wie zij is. En toen waren we eventjes in de lokale supermarkt. Ook erg handig. Ja. Zo, we zijn nu even aan het achteruit aan het lopen, want we hebben bezoek voor ons, die wil er niet op, dus... Nee, het hoeft niet, want ik weet waar ik loop. Ja, maar ik niet. Oh, jij niet? Zo wel? Wil je hier lopen dan? Beter? Nou, dan loop ik hier. Dus nee, maar dat bezoek daar, dat wil er niet op, dus dan doen we dat ook maar lekker niet, hè? Nee. Dus we moeten daar een beetje aardig voor wezen en lief voor zijn. Want dat is mijn papa en mijn stiefmama. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Komt helemaal goed. Hoe vind jij het allemaal vandaag? Ja, dat is wel leuk. Ja? Ja? Lekker een beetje een paardstap geweest. Even de mal gezien. Ja? Ook wel. Ook nog? Ja. Dus dat... En je wil er niet op, pap? Dat weet ik. Op de vlog wil jij er niet op. Nou, wat doe je dan? Vlog. Ik vlog mezelf nu. Oh. Ik vlog jou niet. Fietsen die daar ook wel zo langs? Ja, soms af en toe. En het mag niet. Nee, mag niet. We doen het wel. Ja, precies. We gaan eventjes aan de kant ervoor. Dus we gaan zometeen ook weer lekker uit eten. En dat gaan we ook weer laten zien aan jullie. Ja, zeer zeker. Schrik! Ik zie jou weer in beeld. Waanzin. Mag ik hier lopen? En van wie niet? En van J&J niet zeker, of wel? Je mag daar lopen, ja. Ja, maar ik mag hier niet lopen, hè? Van J&J, hè? Dat is jammer dan. Ja, precies. En dat dacht ik al. Nou mensen, mochten jullie bordjes willen en van een bekende Nederlander. Ja. Kijk. Hij heeft nu zijn eigen servies gemaakt. Het is toch niet zijn eigen servies, of wel? Nee. Hij promoot het, ook goed. Nou, ga jij het eventjes voor hem eventjes een verkoopadvies maken dan? Een beetje harder praten. Het zijn mooie bordjes. Donkerbord, ja. En maar waarom moeten mensen dit kopen en van... Lekker stevig, hè. Anders is het kapot. Ja. Dat was natuurlijk, ja. Het is gewoon heel mooi. Kijk, hier. Strak, glad. Hier is een ribbeltje in. Dus als je iets neerlegt, dan kan het niet zo makkelijk wegglijden. Een mooi kommetje erbij. Klein kommetje, groot kommetje, kleine bordjes, grote bordjes. Ja, alleen nog kopjes, hè, en bekers. Dat zou nog eigenlijk nog erbij passen, maar helaas, ze zijn nog niet weg. Maar dat wel, dit is er al. Vertel. Eerste rang uitzoeken. Oké. Okay. Wat er morgen in de bak gaat eigenlijk. Nu al in de bak. In de bak. Jij wel of niet? Nee. Nee, dat hoef ik niet. Zo. Je wordt uitgezocht. Hartstikke mooi. Nog zwarte borstjes. Ja.
zon. Ze zijn heel erg met dit soort dingen. Mm-hmm. Heb je erbij? Ja, ik kan erbij. Mooi, vind je ook niks van. Even kijken. Hé, dat rijdt een stukje makkelijker. Het is alleen maar gewacht. Alleen maar runder, denk ik. Hamburgers. Oké. Okay. En alles voor 2 euro, zo te zien. Huh? Alles voor 2 euro. Ja. Ja, dat was het dus voor ons. Mooi. Okay.